So copywriting and design is obviously a big subject. I feel like that there is different people using copying for different reasons. There's people copying because they haven't got any better ideas, so they copy it to because they're lazy or because they want to, you know, make money or someone else's ideas. But I think there's other people who use copying in a sense of way of inspiring, or I would think they use it more as a way of an evolutionary step, you know. So they take something on, they take an archetype on, they kind of use what we know in terms of be it function, maybe be it a form, be it method, and then they're making something new out of it, always referring the past or the previous kind of design. Kiosk hebben we voor het eerst voorgesteld tijdens de Salone del Mobile in Milaan. En het is een mobiele 3D copyshop. Dus in 2010 was eigenlijk de komst van digitale productietechnieken, zoals 3D printen, was eigenlijk opkomend. En we merkten dat de combinatie van deze 3D printtechnieken of de digitale productietechnieken in combinatie met heel de internetcultuur, dat die eigenlijk zorgde voor een nieuw soort van idee over productie. Al heel lang worden films en muziek gekopieerd, maar wij stelden ons de vraag, wat gaat er eigenlijk gebeuren als objecten digitaal gekopieerd kunnen worden en dan ook geproduceerd konden worden met digitale productietechnieken. Zolang mensen dingen maken, wordt er gekopieerd. Dat is gewoon inherent aan het feit dat mensen dingen maken. Je hebt een aantal mensen die verzinnen iets en vervolgens wordt het gekopieerd. Dat is ook het ouderwetse leermodel. Je hebt een meester en de meester heeft een gezel en de gezel kopieert de meester. En op het moment dat hij even goed is als de meester, kan hij zijn meesterwerk maken en dan kan hij de meester overtreffen en iets origineels maken. En in de geschiedenis zijn er legio voorbeelden van toen eeuwen geleden de koopvaartmannen naar het oosten vaarden. Kwamen ze prachtig keramiek tegen met de blauwe decoratie. Dat haalden ze naar Nederland. En de bovenlaag van de wolken vond het fantastisch. Maar het was heel erg duur, want het kwam helemaal uit China. Dus wat deden ze in Delft? Daar gingen ze het namaken, het beroemde Delfts blauw. Wat dus van oorsprong een kopie was van de Chinezen. Die hadden het origineel. Vervolgens werd Delfts blauw ontwikkelde zich, werd een origineel. En begonnen de Chinezen weer het Delfts blauw te kopiëren. Dus de vraag van wat is origineel en wat kopie is, dan heel erg moeilijk. En matière de copie, quand on se retrouve face à deux objets, il faut trancher. Et très souvent, on est dans une zone grise. Il y a des objets dont on se rend compte qu'ils ressemblent très fort à un autre, qui est protégé, mais peut-être pas suffisamment. C'est bien entendu là qu'il y a les plus grands débats et qu'il y a la plus grande difficulté et que les spécialistes eux-mêmes vont s'empoigner, et on peut très bien avoir des discussions qui durent des années à cet égard, avec des experts qui seront désignés, qui ne seront pas tous du même avis. En règle générale, on utilisera des principes généraux, comme le principe selon lequel on ne regarde pas les différences, mais on regarde les ressemblances. Très souvent, celui qui a copié mettra en exergue les différences, en prenant comme conclusion que nécessairement, les choses sont trop différentes et que l'on n'a plus le même objet et que la copie est donc libre. Du point de vue du créateur, on regardera, et c'est ce principe-là qui est reconnu par les juges, on regardera surtout les ressemblances. Et il suffit malheureusement, parfois, seulement, de quelques ressemblances de points qui sont originaux, d'éléments qui, eux, sont susceptibles de protection, pas des éléments banals, pas des éléments anodins, et de libre parcours, pour que l'on considère qu'il y a eu contrefaçon. De definitie van iemand die wil kopiëren is eigenlijk zeer eenvoudig. Het is puur economisch. Die wil geen inspanningen leveren door na te denken. Het tweede is, hij wil dat zo goedkoop mogelijk
tot dat product komen. Dus hij neemt een voorbeeld en maakt het gewoon na. De kost om een product te maken, naar inschatting, is denk ik zeven keer zo geldintensief als dat men een rip-off of een kopie maakt van iets. Wat is het verschil tussen beiden? Het voortraject om een nieuw product te maken kost zeer veel centen, omdat men het moet ontwikkelen. Het is soms met trial en error. Het gaan bijschaven, bijtunen. En dit proces op zich, dit voortraject, tot het bekomen van een product, kost centen. Voor mij is er een echte verbinding tussen productontwikkeling en arbeidsplaats. Dus als men erin slaagt als bedrijf nieuwe producten te ontwikkelen, die goed aankomen op de markt, en die moeten gemaakt worden, wat hebben we daarvoor nodig? Je hebt mensen daarvoor nodig. Dus het beschermen van originele dingen, of het toestaan van kopieën maken, dat is niet zomaar een esthetische discussie van ja, maar is dat wel hetzelfde? Nee, dit gaat keihard over werkplaatsen. Dus in C zouden vakbonden per 500.000 man naar Brussel moeten trekken om te maken dat alle Europese bedrijven, Belgische/Europese bedrijven, dat die keihard beschermd worden in hetgeen dat ze maken qua producten. Dat gebeurt niet, ja. In ons boek Printing Things hebben we ook een essay geschreven genaamd The Right to Copy. Maar wel The Right to Copy met een vraagteken. Copyright is een wetgeving, of is eigenlijk ontstaan om auteursrechten te verlenen en om degene die een boek of iets geschreven heeft te beschermen, om hem te beschermen tegen eigenlijk inkomensverlies vooral. Maar nu zijn we weer in een andere tijdperk en elke technologie, het is de copyright, of in het leven geroepen bij de komst van de boekdrukkunst. Maar elke technologie, zoals het internet en televisie en al die dingen, en nu ook digitale productietechnologieën, zorgen ervoor dat die copyright, die vraag, wat zijn je rechten en wat zijn je plichten tegenover intellectueel eigendom, opnieuw herzien moeten worden. En daarom is het voor ons belangrijk om niet een stelling te poseren van we hebben allemaal het recht om de dingen te kopiëren, maar het eerder als een vraag te stellen, omdat we deze zaken steeds opnieuw moeten blijven herbekijken en steeds opnieuw moeten gaan onderzoeken van waar liggen die grenzen, waar liggen de rechten en waar liggen de plichten en op welke manier kunnen de dingen gebruikt worden. Le débat est toujours éternel de savoir si le droit doit rattraper les évolutions technologiques ou si ce sont les évolutions technologiques qui ont englouti le droit. Les législations de propriété intellectuelle, celles qui sont censées protéger les créateurs et les investissements, sont assez bien faites et ne sont pas désuètes. Elles ont intégré les évolutions du numérique déjà depuis un certain temps. Et elles savent très bien, elles peuvent très bien englober la majorité des cas qui se présentent. Et donc, c'est souvent un faux problème que de penser que les lois sont dépassées et qu'elles ne peuvent appréhender les réalités du moment. I think copy-paste has a long history, I feel like, you know. I mean, if you look at the Renaissance, you know. I mean, the Renaissance wouldn't have been anything without Greek, Roman, you know, without the Greek and the Romans and many other cultures. So, you know, it was the kind of bringing back the classistic, you know, times and forms and ideas as well, you know, be it from philosophy to mathematics or anything else, you know. So it was rediscovering somehow, you know, certain things that were lost. And I think through the last 300 years, we've been constantly rewriting, recopying, you know,
copy-paste in a way. Obviously adding something, of course. I think Baroque is a very minimalistic way of a classicistic kind of style, but just keep on going, you know. And then and at one point you end up in Rococo. Copy-paste, but then it's always different. It's not quite the same, you know. And I think it's very difficult to come up with a new, with something very new that no one has seen, no one has heard, no one is, you know, because we wouldn't even know, we couldn't even realize it, you know, without the knowledge somehow. So I think it's interesting when you use copy paste, but then you keep pushing it and you keep adding other new elements to it. You keep putting upside down, you know, you turn it 360 degrees. I think that's when you get interesting relationship to the past. And yeah. Voor het Copy China project zijn we inderdaad naar Shenzhen en Guangzhou gereisd, wat inderdaad de bakermat van de kopiërende Chinezen is. En ik vond het een heel erg interessant project als een soort tegenreactie op het kopiëren van laten we hun eens een keertje gaan kopiëren. Want zij kopiëren ons aan de hele tijd en daar is juridisch heel erg weinig aan te doen. Dus ik vond het wel een goede grap om het om te draaien. Maar omdat ik niet gewoon één op één wou gaan kopiëren, heb ik me laten inspireren door juist hele traditionele Chinese voorwerpen, zoals een theepot. Dit is een kopie van een traditionele Chinese theepot. De tuit zit aan één kant en je schenkt aan de andere kant. Ik heb daar een hedendaagse variant van gemaakt. En ik heb binnen deze kopie heb ik het ontwerp gekopieerd. Dus ik heb een kopie van deze hendel gemaakt en een kopie van deze tuit, waardoor het soort een kopie in een kopie is. Een ander voorbeeld is de Handel with Care. Wat je in kopiëren ook ziet, is vaak dat het origineel, je hebt een origineel en dan wordt het verbeterd. Dat is ook iets wat ze in China doen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de iPhone gekopieerd, maar meteen een stuk groter gemaakt. Dus dan is er een soort innovatie in het kopiëren, waardoor het product beter wordt. Dat principe heb ik hier eigenlijk ook toegepast. Dus het is een hele traditionele Chinese theepot. Die werd origineel veel in gietijzer uitgevoerd met een hele klungelige handvat. Dus ik heb bijna één op één die theepot gekopieerd en daar een soort strijkijzer handvat aan gemaakt, waardoor je hem veel beter vast kan houden en dat hij veel beter in de hand ligt en een soort iconische toevoeging aan de theepot. Het proces van te creëren, ja, dat is fantastisch. Dat maakt u als mens zo gelukkig. En die creatie zit niet alleen bij mij. Men ziet het in zowel in mode als in film of in noem maar op. Ja, maar deep down worden we daar allemaal gelukkig van. Degenen die in dergelijke processen vandaag werken, die weten wat dat het kicken is voor echt gelukkig te zijn om nieuwe dingen te maken. Ja. Vandaag is het zo dat er een overdaad is aan ideeën. Dus ik snap niet waarom dat mensen moeten kopiëren. Want er zijn miljoenen ideeën te rapen om uit te voeren, om van dat idee naar een perfect design te gaan, die perfect economisch te commercialiseren is, te maken. En opnieuw, de link tussen een goed idee en tussen een arbeidsplaats, die is er, hè. Als goede ideeën worden uitgewerkt, krijgen we meer mensen aan het werk. Dat is de essentie. Alleen maar, als je de zotten niet beschermt, die daar centen voor willen maken, vrijmaken, om van een idee een product te maken die morgen iemand een job gaat geven, als we dit niet genoeg beschermen, misschien gaan die zotten op een bepaald moment zeggen, nu is het genoeg geweest. Ja? Dus daar moeten bij stilstaan, ook als politici en gerechtelijke macht en wat weet ik nog allemaal. Dit is niet zomaar iets van, ja, zo, we zijn even bezig met een filosofische discussie, daar gaat het echt niet over. Hè? Ja? Het gaat echt over hoe dat binnen 10 of 20 jaar, of er hier nog werk gaat zijn, ja of nee. En dit is gelinkt met bescherming op IP-rechten. Punt.
Veel meer objecten gaan op de computer ontworpen worden, gaan dan met digitale productiemethoden geprototyped worden en soms zelfs ook geproduceerd worden. Dus je ziet dat we niet meer heel erg, niet altijd traditioneel gaan werken. He, dus dat je eerst een handgemaakte maal moet maken of zo. Maar dat heel veel ontwerpen meteen vanuit de computer en digitale productiemethoden worden gematerialiseerd. En wij wilden die discussie opentrekken voordat zo'n digitaal ontwerp illegaal online komt te staan en mensen er zomaar mee aan de slag gaan en het een probleem blijkt te zijn. En daarom vragen wij ontwerpers ook om te gaan kijken naar welke andere manieren zijn er om het kopiëren van je objecten tegen te gaan. Zo vinden wij het heel interessant om in plaats van een ontwerp of in plaats van een object, een statisch object, om in plaats van dat te gaan ontwerpen, maar eerder een software te gaan maken. Een software waar bijvoorbeeld het publiek zelf mee aan de slag kan. En daardoor krijg je dat een object alleen maar interessant is voor degene die het ook heeft zogenaamd heeft ontworpen. Hè. Degene die in de software daar iets mee heeft gedaan en daarna heeft gematerialiseerd. En daardoor heb je geen origineel meer en geen, of je hebt misschien 100.000 origineel in plaats van één origineel. Dus dan ga je heel dat het probleem van origineel kopie ga je gewoon vanaf het begin al onderschrijven proberen te ontlopen. Talking about Tone and different people working with Tone, I mean Mendini did quite archetypical chair, or used the archetypical chair to bring across another message in the 80s. There was this icon, and you know, he took it and really used it almost as a background to put his ideas onto it. So he didn't really change the chair, he added, you know, elements to it. I think that had a very strong message at that time, you know. It was about like, okay, we take on, you know, these icons, but we will change them. We change completely the meaning of them. You know, put on his head. So you know, it was the same with Alchemia. It was the same with Memphis. Yeah, taking classic elements or archetypes and putting them on their head. You know, completely change the meaning, pushing it in a very different area or arena. For me, working with Tone is more about taking on the process that I really think is quite amazing, that what Michael and Tone, you know, invented, steam bending wood. I'm interested more in actually making products now with them, you know, and making chairs that are produced in a bigger series. Apart from still playing a little bit, you know, with the kind of ready-to-made chair, like with 100 chairs now and then, I have loads of elements left, and I do enjoy playing with them. And but somebody playing is part of research again, because someone invented a technique that you can bend wood. Doesn't mean that no one else can bend something else, or you know. So I think these processes, these forms, these authors that shaped our history, should be there as inspirations for us to be equally. Brave, equally, you know, pushing the boundaries, equally kind of try to reinvent something and yeah. Eigenlijk leven we in een tijd waarin kopiëren niet echt als iets heel illegaals wordt gezien. De grote muziek en filmindustrie probeert daar wel een halt toe te roepen, maar ik denk, maar de meeste mensen zien niet het probleem wanneer je bijvoorbeeld een plaatje van het internet afhaalt en dat dan gebruikt voor een flyer of voor iets of iets anders. Zij zien niet dat dat een copyright probleem is. En zij zien dat alleen maar als oneindig veel mogelijkheden. En dat is natuurlijk het verschil tussen het publiek en mensen die daar niet professioneel mee bezig zijn en de professionals. En dus het publiek omarmt het idee heel hard. En die zien daar de mogelijkheden van in. En die zien wat je er allemaal
kan. En het printen, de 3D-printer, het is natuurlijk al een tijdje gekend. En het is natuurlijk niet allemaal roze geur en maneschijn, maar het geeft wel de mogelijkheid om makkelijker of sneller weer dingen te gaan maken. Het geeft het maken van de dingen terug eigenlijk aan het publiek. Of de wetgeving verstrengd moet worden ten opzichte van het kopiëren van muziek en intellectueel eigendom en zelfs producten. Is natuurlijk tweezijdig. Aan de ene kant wil je als maker heel graag dat jouw product, dat je daar ook je royalties over verdient. En dat niet iedereen het gewoon maar gaat kopiëren en zelf gaat maken. Anderzijds, heel de remix culture die er heerst door het internet. En doordat mensen zich dingen gaan toe-eigenen en daarmee gaan spelen en gaan werken, zorgt ook voor een hele levendige en innovatieve cultuur. Zodra dat we dat gaan beperken en daar veel strenger op gaan zijn en veel meer regels gaan toevoegen, ga je dan natuurlijk ga je heel die levendige cultuur eigenlijk ondermijnen en kan dat natuurlijk, is dat beperkend en jammer voor iets wat zoveel potentie heeft. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus dissocier l'intérêt du consommateur de la culture qu'il doit aussi avoir. Si le consommateur et le particulier, qui est à la recherche d'un objet en particulier, ne fournit pas lui-même un minimum d'effort de se documenter, de savoir ce qu'il achète, et qu'il ne fournit pas cet effort au préalable, il prend de risques, c'est certain, et notamment le risque de faire l'acquisition d'une copie d'un objet qui ne vaut rien, pire, qui va lui occasionner des ennuis, parce que cet objet pourrait être saisi, puisqu'il s'agirait d'une vile contrefaçon. Il y a donc, à mon sens aujourd'hui, une obligation de l'acquéreur de pouvoir lui-même se renseigner un minimum, même s'il sera protégé s'il a été trompé. Et il y a peut-être une certaine morale à considérer que celui qui a voulu tout simplement faire confiance sans aucune vérification accepte un peu plus de risques et accepte de pouvoir s'être trompé. Voilà.